Europese Unie echt ongekende maatregelen heeft genomen als je kijkt naar de recente geschiedenis. De buitengrenzen van het Europese Schengengebied zijn gesloten. Het coronavirus houdt onze mensen natuurlijk zelf bezig. Eigen veiligheid van ons eigen personeel staat ook altijd voorop en vinden we erg belangrijk. Maar onze mensen weten wel dat ze direct iets kunnen bijdragen aan de veiligheid van Nederland. En dat vinden we natuurlijk wel een hele mooie klus. Er wordt landelijk gestuurd op de grensbewaking. Op alle doorlaadposten gelden dezelfde regels. We kijken continu vanuit het landelijk tactisch commando waar er zieke collega's zijn, waar er werk is en hoe we de capaciteit zo goed mogelijk kunnen inzetten. Er wordt echt landelijk geprioriteerd en zo kunnen we elkaar helpen en kijken we niet alleen maar sec naar Schiphol of een andere luchthaven of zeehaven.